Op basisschool De Boomgaard, op de grens tussen Tuinzicht en Westerpark, vond maandag de aftrap plaats van de zogenaamde Rijke Schooldag. Het project houdt in dat leerlingen van deze school elke week 2 uurtjes extra naar school gaan. Niet om nog meer te leren rekenen of schrijven, maar om juist bezig te zijn met andere activiteiten. Ze krijgen een aanbod vanuit 4 verschillende domeinen. Dat is sport, cultuur, sociaal-emotioneel en natuur, techniek en duurzaamheid. En dat wisselt in een carousel rond. Dus dat betekent dat ze de ene week na school van 2 tot 3 bijvoorbeeld iets met sport hebben. En van 3 tot 4 een onderdeel uit cultuur. En dat kan de week erop weer uit de andere 2 domeinen zijn. Het zijn thema's waarvan de school het belangrijk vindt dat de kinderen ermee in aanraking komen. Dat het project Rijke School precies op deze en een aantal andere scholen wordt uitgevoerd is niet toevallig. Het zijn vaak scholen waar gemerkt wordt dat leerlingen niet vanzelfsprekend naar de sportvereniging of naar muziekles gaan. Voor sommige ouders is het heel makkelijk om dat zelf te organiseren. Na schooltijd, die doen dat ook, heel goed. Maar voor sommige ouders is dat gewoon een stuk lastiger en hier organiseren we dat na school. En we zien dat eigenlijk alle kinderen van deze school daaraan mee willen doen. Het zijn dan ook uiteenlopende activiteiten waar de kinderen aan mee kunnen doen. Ja, groep 3 is bijvoorbeeld vandaag begonnen met een natuur-educatief programma. Waarbij zij kennis gaan maken met bloemen en vruchten die nu aan de bomen en de struiken groeien. Ze gaan uilenballen pluizen, er wordt creatief geschreven. Ja, ga zo maar door. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met andere partners in Breda. Het moeten er 108 worden, het zijn er inmiddels 59. En die 59 aanbieders komen uit de alliantie. En in die alliantie zit onder andere Breda Actief, gemeente Breda, de Nieuwe Vesten. En daarin zijn verschillende soorten aanbieders die aan de scholen gekoppeld zijn en dus bij ons op school het aanbod komen geven.